Want er is er veel vraag naar, Alexander, naar dit soort werken van deze prijsklasse. 150, 170, 175. Ja, niet in de wereld waar wij stervelingen in verkeren. Nee, maar je kijkt het wel waar. Als je de internationale kunstmarkt kijkt, we weten allemaal nog van 30, 40 jaar geleden de Van Goghs die opeens in tientallen miljoenen gingen. Waarvan we toen dachten, wow. Wow, hè? En eigenlijk zie je dat, maar ja, geld op de bank is niks waard. Het zijn ook niet alleen kopers die houden van kunst. En dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. En daarom ben ik ook heel blij dat dit nu een voor iedereen toegankelijk schilderij wordt. Want Abu Dhabi en de Emiraten liggen op de loer. Ja, zeker. En de Russen. Ja, absoluut. Want het voorlopig koopcontract is nu getekend, maar dat had dus echt tot die tijd nog mis. Kijk, het gaat er dan om het moment dat hij echt weer vrijgegeven wordt. Dat werd gisteren bekend door de Fransen. Dat exportvergunning gegeven. Nou, dan moet je snel een bod hebben, maar dan moet je ook het geld hebben. Dus daar is wel voorwerken gedaan. Maar je moet, dan moet je dat bod uitbrengen. Dan moet de Rothschild ook willen verkopen aan Nederland. Wie gaat het betalen? Als ik vraag het grootste deel de staat. En dat is nog wel heel spannend. Ja, dat is 150 miljoen, hè? Dat is 150 miljoen. En dat moet nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer? Dat gaat nog door de Kamer, want daar is een wet moet daarvoor aangenomen worden, dat de begroting aangepast wordt. En het Rijksmuseum heeft 10 miljoen bijgedragen. Oh, dat is heel vriendelijk. Ik zit hier als directeur van de Vereniging Rembrandt en die heeft daar 15 miljoen aan bijgedragen. Oh, okay. En hoe...